Breda Nu. Je weet het meteen. Wij zijn hier in het hartje Ginneke, Mariendal nummer 13. Dit is de nieuwe locatie van muzieksalon Spronk. Hier binnen zijn ze nog aan het oefenen en zometeen gaan we naar binnen om te kijken wat het wordt. Het is in ieder geval heel veel muziek, leuke verhalen en leuke mensen. Muziek heb ik denk ik van. Wat heb je net gespeeld? Dag Angelica. Ja, ik ben aan het inspelen. Even de piano aan het voelen. Want vanmiddag speel ik samen met Jetje van Wijk het canto ostinato van Simeon ten Holtz. Op twee piano's. Het is eigenlijk voor vier piano's geschreven. Maar we doen het met twee. En het unieke van vanmiddag is dat er een dervish danser bij is. Wat is muzieksalon Spronk vandaag met de nieuwe locatie? Wat is muzieksalon vandaag? Ja, het is de start van een nieuw seizoen. En de nieuwe locatie voorstellen, het nieuwe programma voorstellen. Dat is muzieksalon Spronk vandaag. Wat speelde je daar net? Ik speelde net een lied van Amélie. En dat is van Jan Tiersen. En ja, dat is natuurlijk bekend van de film Amélie zelf. En dat speel je vanmiddag? Hier bij muzieksalon Spronk? Ja, inderdaad. Hoezo, wat is jouw motivatie om hier vanmiddag voor al deze mensen op te treden? Ik vind het heerlijk om piano te spelen. En optreden is echt eigenlijk het liefste wat ik doe. En ja, ik vind het gewoon heel leuk om de mensen met mijn muziek te vermaken. Muzieksalon in de toekomst. Wat is het nieuwe beleid? Nou, bij mijn weten is er geen nieuw beleid. We blijven gewoon bij hetzelfde. Het gaat gewoon door. Wij, nieuwe mensen, nieuwe kunstenaars en artiesten uit Breda vooral. Nieuwe kunstenaars, ja, dat wisselt natuurlijk ieder jaar. Ieder jaar komen nieuwe mensen erbij. Soms komen dezelfde mensen weer terug. Maar dat is en blijft een muzieksalon.